We moeten nu zorgen dat deze bloembommen daar in de wei komen. Wat? Ja, dat. Want dan krijgen we bloemen. En waarom is dat belangrijk? Voor de koeien, zodat ze lekkere melk krijgen. Zodat ze lekkere melk krijgen. En voor de bijen. En voor de bijen, absoluut. Hallo. Ik ga even hier tussen jullie instaan. Ja joh, je moet gewoon helemaal je best doen en zo ver mogelijk gooien. Ik tel af. Ik doe 1, 2, 3, gooi. Oké? 1, 2, 3, gooi! Ze hebben grote tongen. Ja. Kijk dan, moet je kijken. Hoe ziet die tong eruit nog? Dat voelt heel gek. Ja, ze mogen zo meteen de wei in. Ze voelt je al dat ze een beetje enthousiast zijn. Ze zijn nieuwsgierig ook, hè? Ja, leuk. Hé hey Katja, wij zijn van Kidsproof. Kidsproof verzamelt allerlei leuke uitjes voor kinderen op de site. Het is een online platform. Onder andere natuurlijk lekker naar de boer gaan. Ja. Jij hebt ook wat met naar de boer gaan en koeien. Vertel. Sowieso. Ja, ik woon op het platteland. En ik heb zelf geen boerderij, maar ik woon tussen de weilanden en tussen de boerderijen. Dus ja, ik kijk eigenlijk vanaf... Hij zit aan mijn majoot te eten. Hij zit... Als ik zo in mijn tuin zit, dan kijk ik gewoon uit... Op de koeien van de boer die naast mij woont. En ja, dat is zo gezellig. En het is ook voor mij wel heel relaxed dat ik er niet zelf voor hoef te zorgen. Maar dat ik wel gewoon echt omringd ben door het leven op het platteland. En mijn dochter van bijna 9, die heeft ook alleen maar vriendinnetjes met boerderijen. Dus die staat ook geregeld stallen uit de mesten. En ja, het is zo belangrijk. En niet alleen belangrijk, het is gewoon zo lekker om buiten te zijn. En dus voor de kinderen die niet buiten leven, maar in de stad wonen, is het wel heel fijn. Hij zit nu echt aan te knabbelen. En dat is eigenlijk ontzettend grappig, voelt dat. Ik ben alleen bang dat hij me zo gaat eten. Maar is het heel belangrijk om lekker veel naar buiten te gaan. Dus ik denk als je in de stad woont, dan is het heerlijk om eens af en toe erop uit te trekken. Ja. En lekker door de modder te rollen. Want wat deed je toen je dochter jong was? Wat deed je toen met haar? Waar ging je naartoe? Nou ja, wij hebben eigenlijk al... Zij is geboren daar waar ik nu woon. Dus zij is eigenlijk altijd al... Vanaf dat ze een beetje kon rondlopen... Is ze aan het ravotten tussen... Ja, niet letterlijk tussen de koeien, maar wel altijd buiten. En spelen met pissebedden en wormpjes en dingen. Dus ja, gewoon lekker. Ze is ook nergens bang voor. En nou ja, ik hoef niet te denken dat zij, als zij de deur uitgaat, weer schoon terugkomt. Maar dat hoeft van mij dus ook helemaal niet. Dus ze maakt zich graag vies en dat vind ik ook echt helemaal prima. Dat is echt volgens mij, ik zelf ook vind het heerlijk om gewoon... Mijn tuin is ook heel ruig en we maken graag fikkies. Het is echt, ik hou erg van dat buitenleven. En ik wil, als het een beetje bezig is, iedereen inspireren om daar ook echt van te genieten. Ja, lekker, leuk. Hey, en je hebt een boek geschreven? 4 boeken geloof ik zelfs, hè? Ja. Geschreven voor kinderen over boerderij. Ja. Je haalt die inspiratie ook van de boerderij, denk ik, hè? En dan zag ik dat er ook beetjes in zaten over de koeien. Ja. Nou, kun je er eentje verklappen die in het volgende boek staat? Oh jeetje, oh, dat weet ik echt niet. Dat weet ik eventjes niet. We hebben een van de boeken, daar hebben we een vogel een hoofdrol in laten spelen. Eigenlijk ook gebaseerd op een verhaal van een jongetje uit het dorp. Die had dan een eendje gevonden, een pulletje. En we hebben er een andere vogel van gemaakt. Maar wel dat ze hem echt moesten verzorgen omdat hij uit het nest was gevallen. Ja, dan wordt hij niet meer geaccepteerd door de moeder. Ik vond het zo zoet, weet je, dat die vogel ook op de kussen sliep. En dat ze er een warmtelamp een beetje zo boven zetten. En we hebben toen allerlei feitjes en weetjes over vogels erin gezet. Over wat voor soorten vogels er bij boerderijen, in de omgeving van boerderijen wonen. Wat er woont in het bos en ook in de stad. In de stad heb je ook superveel vogels en in de parken. Want het is heel leuk om niet altijd zo over straat te lopen, maar ook eens zo over straat te lopen. En te denken, oh wat hoor ik. Oh. En dat je dat, ik ben nog niet zo heel erg goed. Mijn dochter is er veel beter in om te herkennen wat het voor vogels zijn. Okay. Wij wonen ook in een omgeving namelijk waar heel veel
vogelaars heet dat dan. Ja. En toen komen de secretarissen en dan om vogels te spotten. En wij hebben kippen, dus die geven we dan voer. Maar daar komen van allerlei soorten vogels op af. Dus dat ging dan meer over, ook over vogels. Maar de koeien spelen overal de belangrijkste rol in. Oké, nou, we gaan ze lezen. De boeken, hartstikke leuk. Ja. Hey, heel veel succes dadelijk met het loslaten. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Daan en Charlie heten de boeken trouwens. Daan en Charlie. En binnenkort liggen er weer twee nieuwe in. Oké, hartstikke goed. En allemaal naar buiten. En buiten spelen net als Katja. En net als de koeien. Want die gaan zometeen echt heel hard spelen. Weet ik uit ervaring. Lekker van dichtbij. Op 31 mei en 10 juni zijn de open boerderij daar.